Yo mensen, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live video hier op Call of Duty en Black Ops 3. Vandaag zit ik zo te zien helemaal mijn eentje in het team. Oh nee, ik heb een teammate! Ik heb 2-4 teammates, let's go! En gaan we natuurlijk eens even kijken wat wij in... Ik ben zo hard dood. Ja, wauw. Jongens! Jullie moeten er wel op afrennen, hè teammates! Ik heb wel jullie hulp nodig, want in mijn eentje ga ik het ook niet kunnen redden helaas. Maar wat we vandaag gaan proberen jongens, is we gaan natuurlijk gewoon proberen om een mooie score in dit potje neer te zetten. Dus vind je het dan leuk maar te kijken, Ram natuurlijk zijn kaart op lijn nog straks super doof vinden. En ik gebruik voor de mensen die dat graag willen weten de KVK, oftewel de AN94 Assault Rifle. En daarmee hoop ik dat ik de enemies kan afslachten. Zal die achter me aankomen denk je? Ik heb mijn kaart geraakt, ik dacht eigenlijk ook al... Dat was niet slim van je, jongen. Ik dacht eigenlijk dat hij al dood zou zijn, maar dat was hij dus nog blijkbaar helemaal niet. Zit er één in de vrachtwagen? Zit er één in de vrachtwagen? Jou bedoelde ik niet, maar ik bedoelde jou eigenlijk ook niet. Er zat er nog één daar. Oké, ze rennen naar achter. Ik gebruik hele lage scorestreaks, de UAV, de Lightning en de Hellstorm. Wat gewoon chille scorestreaks zijn, maar waar je eigenlijk niet heel erg goed je best voor hoeft te doen. En daarmee ga ik het eigenlijk gewoon proberen om vandaag... Een headshot, tuurlijk! Te halen. Altijd als ik net ik armen aan hem staan, maken de vijanden een headshot bij hem, jongen. Dat is echt... Dat is niet normaal. Kinetic Armor is zo'n chille specialist om te gebruiken. Maar pakken ze die headshot en lukt het ze... Daar zit er een binnen. Zit er ook een naast me. En lukt het ze om die headshots te maken, dan ben je gewoon in één keer je hele Kinetic Armor kwijt. Dat is zo, zo irritant, jongen. Dat is niet normaal. Is die gozer al dood? Dan kan ik verder namelijk. Ik weet niet of die er nog zit, maar er zit die... Even opletten. Ik heb een UAV. Zit er een naast me, zit er een naast me. Kom met me, bro. Komt hij aan. Jij moet even leren aimen, vriend. Er zit er nog steeds een naast me, maar... Oh. Ik zit hier een beetje ingesloten op dit moment. Sorry voor de camp. Ja, dan weet je, dat was mijn verdiende loon. Ik stond er te lang stil, maar er zat er heel de tijd een naast me bij die auto. En die kwam wel, maar daarna... Toen durfde hij niet meer of iets. En toen rende hij dus weer weg. Dus ik zat de hele tijd te wachten van komt hij nou? Komt hij nou? Komt hij nou? Maar hij kwam er niet. Dus dat was een beetje een raar scenario om maar zo te noemen. Maar ja, uiteindelijk zijn we wel doodgegaan daardoor. Sorry vriend, ik wist dat ik erin zat. Achter me. Wow, yo maat! In één keer hè! Ik loop er heel rustig. In één keer staat dat hele enemy team voor me, jongen. Teammate, ik zou uitkijken als ik jou was. Ja, hij rent naar buiten, hij rent naar buiten. Slimme move. Die andere rent naar binnen. Dan kan ik je hopelijk een beetje beschermen, maar... Oh, glitch. Hij heeft glitch, hij heeft glitch. Dat is niet handig om dan te blijven liggen op de plek waar je naartoe teleport. Dat is niet slim. Ik heb ze geraakt, jongen. Ja, lekker. Hey! Oh, get wrecked! Oh, die gozer had me zo hard moeten hebben, hè, eigenlijk. Die, ah, oh, met zijn tomahawk. En dan heeft hij, dan ga ik niet dood door iemand die me gewoon moet hebben, gewoon. Waar ik echt moet hebben. En dan ga ik dood door zo'n stomme tomahawk, jongen. Van alles waardoor je geraakt kan worden, is de tomahawk dat we moeten killen. Ah, goede kill. Goede kill. Nee, ik moet zeggen, die KVK is echt een heerlijk wapen te gebruiken. In Black Ops 2 heette die natuurlijk de AN94. Was die ook echt al super, super fijn om te gebruiken. Maar nu in Black Ops 3. Geef hem een kusje als het kan. Heerlijk wapentje. Ik blijf er altijd te lang staan. Ik ga zo meteen weer dood hier. Oh, we hebben een hater. Team heeft een hater. Let's go, dan gaan we erop af. Lekker bezig, teammate. Ja, lekker hoor, vriend. Dat was een goede kill van hem. Hij had hem natuurlijk gezien op zijn... Zo! Jongens, dat gebeurt te veel! Nee, ik moet nog niet loaden! Zo, jongen! Dat was geluk, joh! Wow, yo, ik moest nog niet loaden, dat had ik helemaal niet door, joh! Hé, hey, enemies, blijf maar in de spawn staan. Blijf maar, blijf staan, blijf staan! Thanks, jongens, let's go! 1, 2, 3, als het goed is gaat hij wel raak. Ik heb alleen geen kogels meer, daar ben ik niet zo blij mee eigenlijk. Oh, ik ben dood. Ik rende achter die andere kerel aan, maar dat ging helemaal niet goed gewoon. Hey, het was te proberen, hè? Daar gaat het uiteindelijk om. Ah, dat was een site. 40-9 staan we. Die 13 had ik eigenlijk niet moeten krijgen daar van die sneaky sneaks. Alleen, ik kon niet meer verder lopen, want mijn teammate stond naast me.
En daar werd ik eigenlijk door geblokkeerd. Dus ik weet niet of ik hem anders had gehad hoor, maar... Het is altijd best wel irritant als er een teammate voor je gaat zitten, die je echt keihard blokkeert gewoon. Maar 40-9, hé, je kan zeggen wat je wil, maar we hebben gewoon een heerlijk snel teammatchpotje gespeeld. Met een lekkere score ook nog eens erbij. Dus wat we gaan doen, gewoon puur omdat het kan, is spelen nog een teammatchpotje achteraan met dezelfde class. En dan kijken we of wij meer dan 40 kills kunnen halen. Gaat lastig worden, maar we gaan er dan nog een keer kijken of wij de 40 kills kunnen gaan verbreken. Wat we daarvoor moeten doen is eigenlijk best wel tricky, want we moeten er echt super snel voor gaan spelen. En we moeten eigenlijk zo min mogelijk deaths krijgen. Want waar je kills mee verliest en waar je natuurlijk tijd mee verliest in Call of Duty, dat zijn je deaths. Want dan moet je respawnen, dan moet je weer erop afrennen, dan moet je dat weer doen, dan moet je dat weer doen. Dus eigenlijk wat we moeten gaan verminderen zijn puur die 9 deaths. En ik denk dat als dat ons lukt, dat we wel gewoon meer dan 40 kills kunnen halen. Maar het ligt natuurlijk ook weer net aan je team en het ligt daar weer aan, het ligt daar weer aan. Het ligt aan heel veel dingen natuurlijk, maar... Weet je wat? Weet je waar het op... Oh, ik heb direct... Weet je waar het op neerkomt? We doen ons best. En daar gaat het natuurlijk in Call of Duty om. Je best doen en kijken of dat genoeg is. Dat jij me niet hebt is best wel slecht, vriend. Die gozer die had, heel eerlijk... Ja, ik wist dat die naast me zat. Ik dacht, ik probeer het gewoon. Die gozer daar, die had me eigenlijk al eerder moeten hebben. Blijf staan waar je bent! Blijf staan waar je bent! Thanks, bros! I like it, man! En ja, als het zo gaat met die Hellstorm missiles, dan... Gaat het meteen lekker. Oh, ze zijn niet weg. Ze zijn aan de andere kant. 1, 2, 3 gaat denk ik mis. Als ik heel eerlijk mag zeggen. Ja, dat is geen enkele kill. Lekker bezig. Gooi je aim. Zo, jongen. Die vent die goot een... die sniperkogel van hem. Die geraakt. En in één keer was mijn hele kinetic armor daar weg, joh. Dat was een goede... Op blijven letten, enemy. Dat was een goede kogel van die gozer. Dat wel. En helaas voor hem niet goed genoeg, want ik leefde nog. Ik weet niet waar ze spannen nu. UAV, eerst. Oh my god, dat ik hem nog heb. Oei, yo. Uh-oh, zag je hem, zag je hem, zag je hem? Komt hij om af, hoor. Waar hij komt? Nee, hij staat er nog, hij staat er nog. Doei, doei. Daar heb ik dus nou net even geen zin in, hè, vriend. Staat hij er nog, denk je? Nee, hij is weg. Maar dat is de vraag, waar is die naartoe? UAV weer? Ik heb er alweer één. Weet je wat, ik doe gewoon mijn score streaks. Ja, er staat dus eentje. Mm. Dat is niet zo mooi, hè, dat hij daar in zijn eentje staat. Maar ja, toch één kill. Goed genoeg. En dat is geen één. Weer geen één met mijn lightning. Oh... Baal ik best wel hard van, want lightning moet eigenlijk gewoon hele makkelijke easy kills zijn. Maar precies hetgene wat het dus moet zijn, dat lukt nou niet echt. Maar we gaan het nog een keer proberen, dan gaan we weer. En ja hoor, dit wordt wel weer, ja dit wordt weer een mooie hoor. Nee, nee, eentje maar! Teammates, jullie moeten niet alles de hele tijd killen jongen! Ik heb niet eens tijd om iets te doen, mijn teammates knallen iedereen af. Dit 40, ik denk dat die 40 kills inhalen niet gaat lukken nu jongens. Want puur mijn team die gaat ook keihard gewoon. En die blijven ook gewoon non-stop de kills pakken. En de enemies spannen ook letterlijk overal. Spannen in het midden, spannen aan de zijkant. Overal waar je maar kijkt staan enemies. En mijn teammates zijn ook super hard aan het gaan. Oh, met die kills. Ik ga niet kijken hoeveel ik er heb. Nu wil ik het een geheimpje houden ook. Die was mooi. Die was mooi. Hé, hey, voor hem, hè. Niet voor mij. Voor mij was het poep gewoon dat ik dood ging, maar ja. Dat was een assist. Oh. Ik weet niet wat jij aan het doen met vriend, maar... Wat ik wel weet is dat je daar niks mee gaat kunnen doen met dat action in je handen. Zoals je ziet. Ik snap dat ze de mensen nog steeds niet. Oh! Het lukt hem wel bijna. Je kan zeggen wat je wil, maar hij had me wel bijna nu. Jeez, Melise, man. Maar ja, bijna nog niet helemaal. Ze kunnen nog naast me spannen. Ze koudt heel veel. Nee, oké. Spannen ze nu dan hier? Ah, ze pushen. 44! Woo! We hebben er 40 ingehaald, hoor. Ik weet niet hoe, joh. Dit was echt... Met mijn lightning kreeg ik gewoon helemaal geen enkele kill, joh, deze keer. Maar we hebben echt veel kills gemaakt met ons wapen. Dus we hebben gewoon de 40 kills ingehaald. Zo doen we dat. Hier op Black Ops 3.
Twee heerlijke potjes gespeeld, jongens. Alle twee op de map Nuketown. Eerste potje 40. Tweede potje 44. 6 deaths. Dus we hebben minder deaths weten te halen. En meer kills. Zo verbeter jezelf. Dus thanks for watching. Thanks voor de support, jongens. Awesome dat jullie erbij waren. En hopelijk natuurlijk ook weer tot de volgende keer. Bye bye, mensen.